Hallo. Hallo. Ik ben Kim. Hallo, ik ben Laura. Aangenaam. Ik kom u eigenlijk een verhaal vertellen. Ja, oké. In 2018 kreeg ik ineens heel veel pijn aan mijn rug, aan mijn benen, waardoor ze toen een CT-scan genomen hebben en had ik als diagnose kanker. Ik was dus volledig uitgezaaid in heel mijn botten en in mijn longen. Ik was 18 jaar, dus mijn hele leven stortte eigenlijk in. Toen heb ik chemo beginnen krijgen. Hoe meer chemo ik kreeg, hoe meer en meer mijn lichaam het eigenlijk opgaf. Ik heb dus echt heel veel bloedwaarden, bloedplaatjes moeten krijgen van onbekende donoren, want ik had het echt nodig. En daarna ging het eigenlijk veel beter, tot op de dag van vandaag. Oké. Ik weet dat jij bloeddonor bent en ik wil je daar gewoon heel graag voor bedanken, want zonder jullie had ik het niet gered. Amai, ik ben er even stil van. Ik ga dat nu zeker blijven doen, zeker nu ik alleen met je in contact ben gekomen. Het doet mij echt deugd om dat te horen eigenlijk, denk je. Maar je straalt vandaag, dus allez, ik ben blij dat je terug gezond bent. Comme celui de Laura, votre sang aussi peut sauver des vies. Pendant la période de la Saint-Valentin, prenez rendez-vous pour un donneur date avec la Croix-Rouge. Ensemble, faisons la différence.